Oké, ik heb nu iets vets. Dat wil ik je toch niet onthouden. Dat is namelijk heel erg gaaf. Want je verwacht in Nederland dat alles wat vlees of insecten eet, dat het een dier is. Maar we hebben in Nederland ook vleesetende planten. Moet je maar kijken. Ronde zonnedauw. Het gaaf aan ronde zonnedauw is dat hij insectjes eet. En die vangt hij doordat hij een lekker geurtje heeft dan. En dan komen die insecten die komen daarop af en dan heeft hij van die haartjes en daar komen die insecten in vast te zitten. En heel veel planten, eigenlijk zo'n beetje allemaal, die halen natuurlijk al hun voedingsstoffen halen ze uit de bodem bijvoorbeeld. Maar deze, die haalt dus ook echt zijn voedingsstoffen uit insecten. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want je verwacht het in Nederland niet dat hier vleesetende planten voorkomen. Maar hier groeien ze dus. Nou, dit is in het Naardenmeer. Dat is een laagveenmoeras en die ronde zonnedauw die vind je heel veel in van die veenmoerassen. En het leuke is, ze komen ook nog best veel voor. Hier hebben we een aantal. Daar staat een hele pluk. En hier eigenlijk, door dit hele veld heen, staan overal plukjes van ronde zonnedauw. Dat is toch ontzettend gaaf. En gewoon hier in Nederland.